Wat zien we hier? Nou ja, dit is mijn eerste, mijn tweede zelfgebouwde 3D-printer. En waar ik heel content mee ben. Maar hier zijn goed, dingetjes helemaal zelf gebouwd. En alle kunststofonderdelen die hier aan zitten, die zijn dus geprint met mijn vorige houten 3D-printer. Wat kan een 3D-printer precies? Nou, hij kan gewoon van niks eigenlijk iets maken. Je maakt een tekening of je haalt een tekening van internet die daar wel driedimensionaal moet zijn. En die moet in eerste instantie in bepaalde software, wat gelukkig allemaal freeware op internet te vinden is, maakt hij daar laagjes van. En dat sapje, dat bouwt hij op van kunststof, wat op een rol zit, wat dus hier naar binnen geschoven wordt. Getrokken wordt. Dan gaat hier door een leidingje naar buiten. Dan komt dan hier door het slangetje en bouwt hij hier, wordt hij warm gemaakt, het kunststof. En dan smelt het hier op dit bad, begint hij op te bouwen in laagjes. En dan krijg je het product te zien wat je dus hebben wil. En dat heb ik dus van hout ben ik zo'n ding gaan maken. En van het een komt het ander. Dan wordt het op een bepaald moment echt een verslaving, een beetje een hobby. En dan wil je daar weer verder. Maar het is eigenlijk tot nu toe allemaal goed gelukt. Belangrijk is het eigenlijk het 3D tekenen. Ja, en dat vergt een heleboel studeerwerk voordat je dat onder de knie hebt. Maar dan is het wel heel erg leuk om te doen. Hoe bent u op het idee gekomen om 3D-printers te gaan bouwen? Maar op een bepaald moment gaat je iets stuk in huis. En dan denk je, het zou eigenlijk mooi met een 3D-printer gemaakt kunnen worden. En toen ben ik op internet gaan zoeken. Toen ben ik iemand tegengekomen en die bouwde zo'n ding maar helemaal van hout. En aangezien ik verder ook niks had, ik had al wel een paar plankjes hout liggen. Ik denk, dat ding kan ik ook gaan nabouwen. Waren er bouwtekeningen bij? Nee, die waren er uiteraard niet. Hij liet het heel mooi zien hoe hij het gemaakt had. Hij liet ook wel even een paar screenshots van zijn tekeningen zien. En daar ben ik dus op gaan bouwen. Dat heb ik dus helemaal opnieuw nagetekend. En ik heb het ding perfect eigenlijk nagebouwd. En daar heb ik mijn eerste ding mee gemaakt. Toen had ik in de winkel, in mijn eigen winkel, had ik dus een dingetje van mijn koffiezetapparaat afgebroken. En dat heb ik toen voor het eerst nagebouwd. Welke toepassingen zijn er dan allemaal? Ik heb daar een aantal toebehoren die ik aan de muur kan hangen. Daar heb ik allemaal beugeltjes voor gemaakt. Ik heb hier een draaibankje staan. Daar heb ik een nieuwe slinger aan gemaakt. Dat is puur allemaal 3D geprint. En dat zulke dingen verzin je elke keer weer wat tegen voor de fiets. Ik had een steuntje van mijn fiets onderkant. Het dopje was ineens kwijt, de fiets viel om. Ik denk, wat heb ik daar nou? Ja, het dopje was weg. Nou, thuis even een nieuw dopje geprint. En dat zit er weer onder. He? En dat kun je nou net niet kopen, want dat is een standaard kopje compleet. Het losse dopjes zijn er niet. Wat is dan de kick van het bouwen van zo'n 3D-printer? Nou, je moet techniek geïnteresseerd zijn, anders hoef je er helemaal niet aan te beginnen. En dat ben ik dus. Het maakt niet uit wat voor techniek. Nu ben ik met dit bezig. Ik kan zeggen dat over 2 jaar weer met heel iets anders bezig ben. Maar het is veel techniek, elektronica. Dat is gewoon een leuke hobby altijd geweest voor mij. En dat doe ik nog steeds. En dat is eigenlijk de kick. Het leukste is eigenlijk als je het ding af hebt en je laat de eerste keer dat ding, zet je hem aan en het werkt. Dat is het leukste.